En ik zou de trainer van HZVV, Bram Vrijen, even vragen of hij even bij mij wil komen. Zouden we even wat vragen stellen over de wedstrijd van vanmiddag. Goedemiddag Bram, Marcel Gebben. Voorbereiding van HZVV, hoe is dat verlopen? Ja, prima eigenlijk. Ja, het is natuurlijk lastig omdat je wat eerder begint ten opzichte van de eerste klasse. En je hebt natuurlijk laat vakantie hier in Noord, dus ja, daar zaten wij ook mee. Twee blokken van 3 weken. Nou, we hebben 8 oefenwedstrijden gespeeld. We hebben best wel veel kunnen doen. Dus ja, daar kijken we best wel positief op terug. Ja. Oké, en dan mag je wedstrijd ronde 1 in de vierde divisie D mag je dan naar de buurman in Staphorst. Is dat een wedstrijd waar je naar uitkijkt met angst of met veel plezier? Hoe werkt dat bij een trainer? Nou, dan ga ik zeker zeggen veel plezier natuurlijk, want angst was er niet. En wij hadden zoiets van, we willen gewoon kijken van of we aan kunnen haken op dit niveau. Dus dat is mooi om te zien dat je dan de eerste 10 minuten denk van de wedstrijd best wel weggespeeld wordt. En Staphorst ook gelijk 2 goede kansen krijgt, die er ook zomaar in hadden gekund. En ik denk dat we daarna wel wat van de schrik bekwamen. En ik moet zeggen dat we daarna best wel prima hebben meegevoetbald, denk ik. Ja, tot aan de rust is het eigenlijk hopen dat de 0 op het scorebord blijft staan van de tweelingbroer van Manix Jager. Maar na de rust, wat zeg je dan in de rust? Gewoon zo doorgaan? Probeer de schroom van je af te gooien? Hoe werkt dat? Ja, de eerste kwartier inderdaad grote kansen. Daarna vond ik Staphorst was wat beter. Maar ik heb niet hele grote kansen gezien eigenlijk de laatste half uur van de eerste helft. Dus ik vond dat we dat best wel redelijk voor elkaar hadden. Zelf creëerden we eigenlijk ook niet zoveel. Maar goed, uiteindelijk staat het dan 0-0 en daar waren wij best tevreden over in de rust. Ja, zeker. Ja, en dan wordt het in de 54e minuut 1-0. Door Staphorst nummer 6, Milan de Koe. Heb je dan al het gevoel, de wedstrijd is gespeeld met de eerste helft in je achterhoofd? Of, je hoopt natuurlijk altijd dat je nog wat kunt bewerkstelligen met je wissels. Maar de drukte weer op en hopen op een gelijk spelletje? Of wou je de winst hier nog wegkapen? Nou ja, goed. Kijk, uiteindelijk kom je dan 1-0 achter. En daarna vind ik dat Staphorst wat terug gaat lopen. En vond ik dat wij veel op de helft van Staphorst te vinden waren. En krijgen wij 3... 100% kansen die er echt gewoon in moeten. En die maken wij volgens mij niet. En daar moet je er gewoon minimaal 1. En eigenlijk 2 moeten daar gewoon van in. 2 keer alleen op de keeper. Een bal die teruggelegd werd. Die gewoon over de bal maait. Van 5 meter helemaal alleen voor de keeper. Ja, dat zijn 100% kansen. En daar moet je in deze klasse moet je ze er gewoon inschieten. En dat doen we niet. En daarmee doen we onszelf denk ik wel wat tekort gezien de tweede helft. Ja, en dat het dan 2-3-0 wordt, dat is dan voor de statistieken. Die 3-0 was trouwens wel een aardige van onze captain Demerscha. Nee, zeker. Dat was een prachtige goal. En uiteindelijk dan ga je nog wat proberen op het laatst. En omdat je dus zelf vergeten dan de 1-1 te maken, dan moet je komen. Nou ja, goed. En dan valt de ruimte en dan wordt dat keihard afgestraft. En ook op een goede manier door Staphorst. Dus uiteindelijk denk ik dat het een terechte overwinning is van Staphorst. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik vind wel dat we ons zelf in de fase na de 1-0, waarin ik vond dat Staphorst wat terugliep, vind ik dat we onszelf tekort hebben gedaan door niet de 1-1 te maken. Dat had zeker gekund. Oké, nou ja, dan wordt het 3-0 en dan kun je van de week weer trainen voor volgende week. En dan mag je thuis op je eigen sportpark tegen AZSV, die een beetje uitgehaald heeft in de thuiswedstrijd. Volgens mij 6-1 tegen Flevo Boys. Wat neem je dan mee uit deze wedstrijd om volgende week weer goed bewapend op jullie veld te staan? Ja, we krijgen weer een zware, denk ik. AZSV natuurlijk al jarenlang top 4 ploeg in deze klasse. En ik denk ook dat ze dit jaar weer in de top 4 komen. Dus wat dat betreft hebben we een zware start met Staphorst uit en AZSV thuis. Maar goed, wij gaan gewoon op deze voet verder. En ik vind dat aan de werklust bij ons elftal, daar valt weinig op af te denken. Ik vind dat we echt er alles aan doen met elkaar. En dan zullen we kijken of het misschien iets verschil in niveau, wat er dan wellicht is in het spelersmateriaal, gaan we proberen zo min mogelijk zichtbaar te maken op het veld. En we gaan onze huid weer duur verkopen. Ik vind dat we dat vandaag in fases van de wedstrijd ook gewoon gedaan hebben. En daar gaan we gewoon mee door. En dan gaan we zien of we resultaat kunnen pakken tegen Aalten. Nou, ik hoop dat je volgende week resultaat pakt. Bedankt voor je komst hier naar Staphorst. Goede reis terug naar Hogeveen en Nijverdal. En graag tot de volgende keer. Ja, bedankt en wens ons succes. Nou, dat is altijd mooi natuurlijk. Top. Bram Vrijen van HZVV. Ja, waar er één verliest, gaat er ook één winnen. En dat is onze nieuwbakken trainer Richard Karrebelt. Richard, nogmaals gefeliciteerd. Hebben we op veld al gedaan. Ja, 3-0 hier op Sportpark het Noorderslag. Je eerste competitiewedstrijd. Lekker. Ja.
Nou ja, het is ook zo. De voorbereiding hier naartoe met het finance toernooi is redelijk verlopen. Hè? Misschien niet helemaal super top, maar wel redelijk verlopen. Redelijke uitslagen, mooie tegenstanders. De boel is aardig fit. Ik heb je al eerder gevraagd, een aantal weken geleden, ben je er dan op 24 augustus helemaal klaar voor? En toen zei je al van nee, we zijn er niet helemaal klaar voor, dat duurt wel tot aan de kerst. Maar de eerste helft, zonder dat het doelpunt te vallen, was het een aardig potje voetbal van Stappers. Nou, dat vond ik ook. Ik denk ook zeker, ze hebben me zeker verrast. Niet wat ze kunnen, want we kunnen heel goed voetballen, maar het gaat ook om het moment van durven. Hele goede eerste helft, eerste gedeelte heel goed. En tuurlijk zijn er momenten van als dit of als dat, dan had HZVV misschien dit kunnen doen. Maar goed, de realiteit is gewoon dat we gewoon heel snel op 3-0 voor moeten staan. En dan krijg je nooit geen als meer. Nee, want de einduitslag 3-0 is hartstikke mooi, maar zonder HZVV tekort te doen, had er in ieder geval 2-0 met de rust wel voor ons mogen staan. Want die mogelijkheden zijn er wel geweest. Ja, dat is ook zo. En dan heb je in de rust heb je ook met die spelers over. Van jongens, wat moeten we doen? Nou, dan zeggen we vooral niks anders. Je moet de energie brengen die nodig is om vrij te komen. Je moet het lef hebben, je moet agressie hebben in je aannames en in je passing. Je moet druk durven zetten, naar voren toe blijven zetten. Je moet risico's nemen. Ja, en ik moet zeggen, dat werd dan in eerste instantie wat moeilijker. Daarna pakt het wel weer op. Maar goed, als je dan de 1-0 maakt, dan merk je meteen dat we niet zo gewend zijn om voor te staan. Hoe had je ook daarvoor iedereen naar voren die? Want ik vind gewoon dat je... We zitten op voetbal om goals te maken. En je moet gewoon naar voren toe om de tweede goal te maken. En dan zijn wij ook het beste af. Maar we gingen teruglopen. En dan kom je automatisch dat HZVV in jouw 16 in de buurt kan komen. Dan komen er altijd een keer een moment dat er een bal tussen valt. Ja, zolang je dan dat doet, dan blijft het een rommelige helft. Dus ik vond het laatste half uur van ons absoluut niet overtuigend. Maar ik vond de eerste helft misschien nog wel veel beter als dat menige hier zelf allemaal denken. Nou ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik kijk het zo mooi van bovenaf daaruit de commentaar of de omroepcabine. En we zeiden tegen elkaar, oh, dat ziet er aardig goed uit. En natuurlijk hoop je dan dat de doelpunten vallen. Maar het doorschuiven van Milan en over Julius hoeven we het niet te hebben. Want daar hebben we het al eerder over gehad, over die zijkant en zo benutten. Dat is natuurlijk altijd een verademing. Maar doelpunten maken, kun je dat al leren of waarom valt die dan niet? Nou, Bram die had het net over een kans die hun kregen met terugleggen naar de 6, 7 meter van de goal af om dan binnen te werken. Ja, ik vind juist dat we daar heel erg slecht in zijn. We hebben de afgelopen donderdag heel erg fanatiek op getraind. Ik ben ook heel erg boos geworden, want we spelen die ballen elke keer maar blind voor die goal langs. De keeper die kan alles pakken. Nou, ik zie de Stan achter de camera pakken. Ja, dan mag je de eerste 10 minuten op trainen. Daarna hebben Stan en Daan geen bal meer gepakt toen we gewoon de ballen teruglegden op de 16. We komen door, we hebben zulke goede aanvallen. Leg die bal gewoon naar een medespeler in de 16 en dan lopen we binnen. En dan maken die zo moeilijk. Ja, maar voor mij heeft Ruben nog wel een bal in de eerste helft gehad, die mocht er dan in. Maar ja, weet je, je kunt altijd een keer wat missen als het niet op je goede been is. Maar ik bedoel, het moet er wel uit. Ja, weet je, Bram zegt heel terecht, hoeveel reddingen, echt super reddingen heeft de keeper moeten maken van HZVV? Dat valt wel mee. Maar we hebben ongelooflijk veel kansen op kansen gehad. Als we gewoon in die laatste fase, de laatste paas beter geven, dan moet je gewoon uitlopen naar 4-0. Maar die laatste paas is niet goed genoeg, dus ik kan me heel goed voorstellen dat HZVV denkt van, ja, zo heel veel kansen hebben ze nou ook weer niet gehad. Ondanks dat we goed deden, maar die laatste paas was gewoon nog niet goed genoeg. Nee, nou ja, daar blijf je op doortrainen, want je hebt natuurlijk wel jongens die wel een bal voor kunnen geven of terug kunnen trekken, dus dat moet er nog meer ingeslepen worden. Nou wordt het 3-0, dan hebben we nog een wereldgoal van onze aanvoerder Demis Raar, heb ik hem zo straks ook nog gevraagd. Vorig jaar ging hij nog wel eens wat te lang door, er zijn hier mensen die dat kunnen beamen, dan wou hij alles maar over de grond doen. Nou, misschien moet hij wel eens vaker door de lucht. Als hij niet had gezeten, had ik hem zijn flikker gegeven. Ja, en dan was ik achter je aangelopen, dan had ik dat ook gedaan. Maar gelukkig stond het al 2-0. Volgende week mag je naar Doetinchem, naar DZC 68, heb je daar al wat informatie over? Ja, ik volg altijd wel sowieso alle ploegen wel, maar zeker wel de eerstkomende 3 ploegen houden altijd wel een beetje in de gaten elke keer. Dus dat geldt ook voor DZC en eigenlijk vorig jaar al een beetje. Het was de eerste klasse die ook weer bij een oude ploeg van mij in zat, bij WHC in zat. Dus dan volg je het altijd wat meer. Dus volgens mij een heel goed voetballende ploeg die heel graag aanvalt. Dus we volgende bakje weer. Ja, nou dan gaan we volgende week naar Doetinchem. We feliciteren nogmaals onze nieuwe trainer Richard Karabelt. Veel succes jongen volgende week in Doetinchem.
3-0 overwinning tegen HZVV.